Ja, zoals je ziet staan we vandaag in het Molenwijkpark bij ODC, bij de sportvereniging. We hebben hier drie keer in de week hebben we activiteiten. Dit doen we in samenwerking met Buurtsport, met wijkplatform Celissen, B-Town en natuurlijk Renewed. We hebben dan drie keer in de week activiteiten en we zien dat het heel, heel goed loopt. Dus verschillende jongeren komen erop af. En wat je nu ziet is tijdens de coronaperiode is dat er ook heel veel mensen niet op vakantie gaan, waardoor verschillende jongeren gewoon ook niet zoveel te doen hebben. En hier wouden we iets aan doen en we hebben hier geprobeerd om een zinvolle tijdsbesteding aan te geven. Ik heb niks te doen, dus ik ga een beetje helpen. Ik vind het leuk om te doen met mijn vrienden, om een beetje gaan voetballen, een beetje activiteiten mee te doen en zo . Volgens mij ging ik wel op vakantie, maar corona gaat niet door. Sport en spel is natuurlijk een belangrijk onderdeel van je hele opvoeding. Normaal gesproken zijn er mogelijkheden genoeg voor, maar met deze coronatijd is het toch iets moeilijker. Mogelijkheden zijn beperkt, er zijn regels, je mag niet zomaar met anderen in contact komen. Wij hebben als gemeente samen met Renewed en BSB naar een mogelijkheid gezocht om kinderen toch aan het spelen en aan het sporten te krijgen. En dat is met dit, denk ik, aardig gelukt.